Nou, hallo allemaal. Ik ben Dana, ik ben middenvelder en ik heb net getekend bij PSV. En ik ben super trots dat ik hier mag gaan voetballen en ik heb ontzettend veel zin om volgend jaar een PSV-vrouw te zijn. Tot dan. Ja, ik ben een middenvelder. Ik heb een goed spelinzicht. Ik ben rustig aan de bal. Ik kan makkelijk wegdraaien bij mijn tegenstander. En ik ben een speels die altijd 100% zal geven. Ja, super blij en natuurlijk ook wel trots dat ik bij deze club heb mogen tekenen. PSV is een hele mooie club die veel aan mij kunnen toevoegen. Ik ben al heel mijn leven fan van deze club, dus dan is het extra mooi om hier te tekenen. Ja, wat is je mooiste PSV-moment ooit, als je er eentje uit mag kiezen? Ja, het kampioenschap vorig jaar. Ja, voor mij is het gewoon van belang om me te gaan ontwikkelen tussen deze ervaren speelsters. Maar ik zal me gaan bewijzen en hopelijk dat ik me waar kan gaan maken in het team. Ja, ik ken er een paar van vorig jaar die nog bij CTO speelden. En Janu, Naomi, Kaylee. Dus dat is wel heel leuk om daar weer bij te gaan voetballen. Heb je ook contact met hen gehad voordat je hier naartoe kwam? Ja, ik heb heel goed contact met Kaylee en daar heb ik al mee gesproken. Maar niet dat ze weet dat ik hier ga tekenen, maar wel dat ze weet dat ik met de clubs bezig was. Ja, zij heeft een hele mooie stap gemaakt afgelopen jaar en meteen basis en heel veel spelen. En, ja, dat is wel een voorbeeld voor mij dan. Steeds stappen blijven maken en ik hoop toch wel naar het buitenland te mogen. En het ultieme doel is het Nederlands A-team.